Hi allemaal. Vrijheid leuk jullie weer eens even te kunnen toespreken. Ik zou bijna willen zeggen jullie te zien. Zover is het nog niet helemaal. Maar na 3,5 maand is het toch verdraaid leuk om weer even tot onze mooie sponsorgroep van de Business Club DVS wat te mogen zeggen. Vorig jaar rond deze tijd hadden we een prachtige haringparty aan de boorden van het Veluwemeer. Met heel veel mensen, met heel veel zon, met heel veel gezelligheid en met heel veel goede haring. Nou, we hebben gedacht dat gaan we dit jaar overtreffen qua locatie. Nou, dat valt te bezien. We hadden iets moois op het oog, maar de corona gooide wel even roet in het eten. Ontzettend jammer, maar logisch dat we de zaak hebben moeten cancelen. Daar zal iedereen begrip voor hebben. Want laten we eerlijk zijn, gezondheid gaat momenteel voor alles. Maar wat dan? We denken als bestuur toch aan een alternatief. En we zijn niet voor één gat te vangen, als ik het zo even mag uitdrukken. Dus we hebben nagedacht van hoe kunnen we op een goede manier een vervolg geven aan de gezellige hangingparty zoals u van ons gewend bent. Onder het mom van als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Zo zijn we aan de slag gegaan en met ons de evenementencommissie. En die hebben een prachtig alternatieve haringparty bedacht, waarbij u dit keer niet naar ons toe komt, maar wij naar u toe zijn gekomen. Als het goed is, heeft u vandaag van ons een pakketje ontvangen met een paar heerlijke haringen en een drankje, zoals dat erbij hoort, en een brief van het bestuur. En willen we eigenlijk tegen u zeggen, we denken aan u, zeker in deze periode. Geniet van de haring en dan gaan we op voor een nieuwe kans in 2021. Verder hopen we dat het u en uw familie goed gaat. Het zijn spannende tijden. Ik hoop dat u allemaal een beetje gezond bent gebleven. En dat we elkaar binnen afzienbare tijd weer terug kunnen zien hier op ons prachtige sportcomplex. De verwachting is dat er in het najaar, en dat heeft u ook vernomen, weer gevoetbald kan worden. Of het nou met publiek is of zonder publiek, we moeten het even afwachten. De KNVB is daarover in beraad. De amateurclubs zijn bezig met plannen. En dus zijn wij als businessclub samen met het verenigingsbestuur ook doende om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar we hopen zeker in het najaar u weer hier te mogen ontvangen voor een prachtpot voetbal. En uiteraard de bekende derde helft hierboven in onze business lounge. Zoals gezegd studeren we op wat mogelijkheden. Wij denken dat er wel wat kansen zijn. Een projectgroep binnen het bestuur is op dit moment doende om in te kaderen wat we naar u toe zouden kunnen gaan bieden. En met een beetje creativiteit dan hopen wij daar wel uit te gaan komen. Maar wachten is het op het groene sein van de KNVB. En het kan ook maar zo zijn dat ze de tweede en derde divisie scharen onder het betaald voetbal voor wat dit onderdeel betreft. En dan zullen we misschien iets langer moeten wachten. Ondertussen gaan wij wel kijken hoe we in een netwerksfeer u wel kunnen gaan bedienen, maar daarover later. U zult de komende weken regelmatig van ons een nieuwsbrief ontvangen met de laatste updates en de nieuwtjes. Want ja, er is nog best wat te vertellen. Voor nu, eet smakelijk van de haring en we hopen elkaar spoedig weer te ontmoeten.